Goed, in deze overdenking wil ik een gedeelte lezen uit 1 Korinthe hoofdstuk 9, waar Paulus het volgende schrijft. Weet gij niet dat zij die in de renbaan lopen, alle wel lopen, doch dat slechts één de prijs kan ontvangen? Loop dan zo dat gij die behaalt. En al wie aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij om een vergankelijke erekrans te verkrijgen, wij om een onvergankelijke. Ik loop dan ook niet maar in de blinde en ik ben ook geen vuistvechter die zomaar in de lucht slaat. Nee, ik tuchtig mijn lichaam en houd het in bedwang om niet naar anderen gepredikt te hebben, wellicht zelf afgewezen te worden. Nou, dat zijn nogal een paar woorden die Paulus hier opgeschreven heeft en de gemeente Korinthe wil bemoedigen om actief te blijven. Ik denk dat Paulus ook een beetje moe werd van passiviteit binnen de gemeente van Jezus Christus. Mensen die zijn tot geloof gekomen, ze zijn behouden en het zit wel goed en ik leef mijn leventje. Maar hij gebruikt hier het beeld van de renbaan, dus van de sport, de atletiek. En dat laat zien dat hij het over actie heeft. Het is rennen en het vuistvechten. Dus het is ook een strijd. En wat zo bijzonder is, dat hij hier zegt, weet gij niet, met andere woorden, ze weten het wel, maar het is een soort retorische vraag die hij hier stelt. Weet gij niet dat zij die in de renbaan lopen, alle wel lopen, dat slechts één de prijs kan ontvangen? Je zou bijna denken dat als je dus niet hard genoeg loopt, dan zul je niet behouden worden. Nou, maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je het verlangen hebt om die prijs te halen en dat je daar je eigen voor inzet. En een sporter die zal ook alles daarvoor doen om die prijs ook te halen. Want hij zegt dan ook, loop dan zo dat gij die prijs behaalt. Nou, wat is die prijs? Dat is die krans die je ontvangt, als je die ontvangen hebt, ook later bij de Heere Jezus neerlegt. Maar het principe ligt hier dat hij zegt, blijf actief. Blijf actief in je geloof, blijf actief in je Bijbel lezen, blijf actief in je gebed, blijf actief in de zorg dragen, blijf actief in leven als een christen te midden van een wereld die zo tegen het christendom ingaat. En hier ligt de grote uitdaging om actief te blijven. Want het gevaar is, deze keer even niet, ik heb even geen zin. En dat er kan zo een patroon in ons leven komen, terwijl we wel zeggen van, ja, ik ben een christen, ik ben een kind van God. Maar in ons leven blijkt het soms nergens uit. We doen wat we doen. En of het nou wel of niet, ja, we wandelen een vierdaagse, maar we lopen geen race meer. We strijden niet meer voor het evangelie. En ik denk juist mannen die moeten daar voorop staan. Mannen die echt leven voor de Heere, voor de Heere, die daar een keuze voor gemaakt hebben. En zeggen, maar ik ga hiervoor. Alles wat ik doe, dat doe ik ter wille van mijn Heer en mijn Heiland. Ik wil dat Hij in mijn persoonlijk leven, dat Hij zichtbaar wordt. Ik wil dat Hij in mijn huwelijk zichtbaar wordt als je getrouwd bent. Ik wil dat Hij in mijn gezin, dat Hij daar zichtbaar wordt. In mijn werk, wat ik doe en wat ik mag doen, dat Hij zichtbaar wordt. Dat het om Hem gaat. En Paulus zegt, hij zegt, loop dan zo dat gij die behaalt. Met andere woorden, blijf actief, blijf doorgaan, ook als het moeilijk is, als het tegen zit, als er tegenslag komt. Blijf die prijs lopen, want hij zegt in vers 25, en al wie aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Nou, er zijn heel veel dingen die mij zouden kunnen afleiden van mijn bediening. Maar ik moet keuzes maken, ik moet me beheersen. Waartoe ben ik geroepen? Wat is mijn taak als een kind van God? En dan moet je je beheersen, dan moet je je eigen onder controle houden. Je moet de regels kennen van de wedstrijd. Je moet geen rode kaart oplopen in je levenswandel met de Heere, zoals in de sport. Je krijgt een gele kaart of je krijgt een rode kaart. Dat doet het woord van God ook. Die waarschuwt, die corrigeert, die vermaant. Waarom? Zodat je volgens de regels die wet blijft lopen. En hij zegt, en al wie aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles, zij om een vergankelijke erekrans te verkrijgen.
Nou, zoals sommigen weten, heb ik in topsport gezeten, in vechtsporten. Ik heb in het Nederlands team gevochten. En ik had er alles voor over. En ik trainde zo hard. Maar eigenlijk voor wat? Voor zo'n plastic ding, wat je in elke winkel kan kopen en waar je je eigen plaatje op kan laten graveren. Dingen die totaal geen waarde hebben. Maar ik had er alles voor over om die prijs te winnen. Ik had er zelfs blessures voor over, pijn voor over en keuzes voor over om een vergankelijk ding. Want toen ik tot geloof kwam, heb ik ze ook allemaal weggegooid. Wat een stomme dingen eigenlijk. Wat stelt het voor? Allemaal van die poppetjes met een karatepoppetje erop. En ik heb al die trofeeën weggegooid. Vergankelijke dingen. Maar dan zegt de Heer, zij doen het voor vergankelijke dingen. Een medailletje, een dingetje. Het is eigenlijk niks. In de wereld is het jouw prestatie. Kijk eens wat ik heb gedaan. Maar Paulus zegt hier, hij zegt, wij om een onvergankelijke. Dat is de krans die hij je geeft. Dat zijn de beloningen die je ontvangt in je bediening, in je leven als christen. En die zijn onvergankelijk. Waarom? Omdat ze eeuwigheidswaarde hebben. En Paulus roept ons op, als je dan in die renbaan loopt, loop dan voor de onvergankelijke dingen. Die eeuwigheidswaarde hebben. Is wat wij doen, wat we doen, heeft dat eeuwigheidswaarde? Of is dat maar iets tijdelijks en, ach, ja, het is wel leuk om te doen, maar verder heeft het geen nut. Dus hij daagt ons hierin uit om te onderzoeken van waar lopen we nou in? In welke renbaan zitten wij vandaag de dag? Eén met onvergankelijke doelen of één met vergankelijke doelen? En dat is prachtig om daar eens over na te denken. Waar ben ik nou mee bezig? Hier hadden we een gesprek, daarnet aan de tafel waar ik hier aan zit, over pensioenleeftijd en eerder stoppen en hoe gaat dit en dat. Ach, dat zijn dingen die gaan ook voorbij. Maar hoe zit het met ons pensioengerechtigheid, laat ik het zo maar noemen, tegenover de Heere? Zit het daar goed mee? En dan zit het ook goed als je een kind van God bent, want hij heeft de prijs betaald met zijn leven en alles is goed. Maar er is geen rust. Want je kan wel zeggen, ja, na mijn pensioen ga ik, maar we kunnen zomaar overlijden voordat we ons pensioen hebben gehaald. Hoe is ons leven dan geweest? Zonder dat je je aardse pensioen haalt, maar hoe sta je dan tegenover de Heere? En dan zegt hij ook hier in vers 26, ik loop dan ook niet maar in de blinde en ik ben ook geen vuistvechter die zomaar in de lucht slaat. Dus Paulus laat hier zien, jongens, ik ben niet overgeestelijk. Ik hang niet in een bepaalde gedachte en ik weet niet eigenlijk eens wat ik doe. Ik doe dit gewoon blindelings. Hij zegt, nee, ik loop dan ook niet zomaar in de blinde. Ik weet heel goed waar ik mee bezig ben. Hij weet heel goed waar ik mee bezig ben. En in Efeze, daar schrijft hij dan ook zo duidelijk. En ik denk Paulus dat ook bedoelt. Hij zegt dan in hoofdstuk 5, zegt hij in vers 1, wees dan navolgers Gods als geliefde kinderen, wandel in de liefde zoals ook Christus u heeft lief gehad en zich voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer, goden tot een welriekende reuk. Dus hij zegt, wees dan navolgers van God en wandel in de liefde. Hoe wandelen wij vandaag? Zijn wij een goden, welriekend reuk? Zijn we een welriekend offer voor de Heer? Als hij ons vandaag naar ons kijkt, als hij ons bezig ziet, is het dan een aroma voor de Heer, omdat we het doen tot eer van zijn naam. In vers 15 zegt hij, en dat heeft ook te maken met dat niet blind zijn. Hij zegt, zie dus nauwlettend toe hoe gij wandelt. Hoe vaak nemen we onszelf onder de loep? Hoe vaak vragen we onszelf af, hoe wandel ik eigenlijk als christen in deze wereld? En als je dat doet, dan kom je jezelf tegen. Dan kom je je falen tegen, je tekortkomingen tegen. En dat is niet erg. We denken vaak, het is erg als je faalt, als je tekortkomingen hebt. Nee, dat maakt je juist bewust hoe afhankelijk je bent van de Heere in jouw leven. Dat de geest van God, het woord van God, de gemeenschap van gelovigen, dat iets uitwerkt, dat heb je nodig om nauwlettend, zo staat, te wandelen.
En dan zegt hij dit. Zie dus nou letten toe hoe gij wandelt, niet als onwijze. Paulus zegt, ik wandel niet als een blinde. Als je onwijs bent, dan ben je blind voor de wijsheid. Hij zegt, maar wandel als wijze. En dan zegt hij dit. U de gelegenheid ten nutte maken, want de dagen zijn kwaad. Nou, de dagen zijn kwaad. Ik ken soms worstelen op drie terreinen. Met wat de duisternis voor elkaar krijgt in deze wereld. Hoe onrechtvaardigheid, het lijkt wel, overhand krijgt in deze wereld. Tweede waar ik mee worstel, is de wereldse gedachte. Die binnenkomt in de gemeente van Jezus Christus en als ik niet oppas, in mijn eigen hart. En waar ik het meeste mee worstel, is met mijn eigen ik. Dat ik zo soms verlang om de Here te volgen. Nou, dat is niet soms, dat is mijn verlangen. Maar dat ik soms merk hoe ik zo makkelijk afgeleid word. Soms zo makkelijk lauw ben. Soms mijn eigen afvraag, waar doe ik het eigenlijk allemaal voor? En Paulus die zegt, wees niet als een blinde. Sla niet zomaar in de lucht. Maak doelstellingen in je leven. Waar wil je voor leven? En dan niet tot je pensioen en daarna anders leven. Maar gewoon vanaf vandaag tot de dag zolang je leven mag. En dan zegt hij, nee. Hij zegt, om dat te voorkomen, om niet in het blinde te zijn, om niet onwijs te zijn, niet zomaar in de lucht te slaan. Hij zegt, nee, ik tuchtig mijn lichaam. Dat betekent niet dat Paulus aan zelfkastijding doet, omdat hij gezondigd heeft, omdat hij worstelt en dat hij zichzelf daarmee pijnigt, zoals velen die zelfs geen christen zijn, dat doen. Hij zegt, dat bedoel ik niet. Maar ik tuchtig mijn lichaam en houd het in bedwang. En waarom? Om die oude natuur niet de overhand te laten geven. Want Paulus zegt in Romeinen ook, de dingen die ik wil doen, die doe ik maar niet. En de dingen die ik niet wil doen, ja, dat gaat vanzelf. En ik denk we dat allemaal wel kennen. En hij zegt, maar dat moet ik juist tuchtigen, dat moet ik onder controle houden. Ik heb besloten om die prijs te gaan halen, ik heb besloten om die loop te gaan lopen. Niet blind, maar duidelijk met doelstellingen. En ik sla niet zomaar in het rond, ik doe maar wat. Nee, ik weet duidelijk wat ik doe. En ik tuchtig mijn lichaam daarvoor, met andere woorden. Ik zet eigenlijk beperkingen van dit niet, want ik heb dat voor ogen. En dan zegt hij, om niet naar anderen gepredikt te hebben, wellicht zelf afgewezen te worden. Wauw, Paulus, kan je door de Here die jij hebt leren kennen, die jou geroepen heeft, afgewezen worden? Wat bedoelt Paulus daarmee? Bedoelt Paulus daarmee dat hij verloren gaat? Nee, duidelijk niet. Hij leert duidelijk in het evangelie dat de Heer Jezus eens en voor altijd een eeuwige verlossing heeft teweeggebracht voor een ieder die dat gelooft, die met zijn mond belijdt en met zijn hart gelooft. Paulus is duidelijk over de zekerheid van behoud. Maar wat bedoelt hij dan? Nou, dat hij als deelnemer in die wedloop afgewezen wordt, omdat hij niet doet wat hij moet doen. Dat hij een rode kaart krijgt en eruit wordt gezegd. En dat de Heere zegt, door jou kan ik het niet doen, ik kies wel een ander. En bij hem is het een verlangen om niet afgewezen te worden, maar juist gebruikt te worden door de Heere, om hem tot zegen te zijn. Maar wat doet hij? Hij gaat niet passief zitten. Hij blijft actief. En als er één actief is geweest in zijn christenleven, is Paulus dat wel geweest. En is hem dat voor de wind gegaan? Nou, hij heeft wat geleden, hij heeft wat meegemaakt. Maar hij was bereid om dat te dragen. Waarom? Omdat zijn doelstellingen had hij juist gezet. Ik leef voor de Here en voor hem alleen. Mag dat een uitdaging voor ons allen zijn? Om die loop te blijven lopen. Om niet zomaar dingen te doen, maar doelstellingen te zetten in ons leven. En onszelf daar ook misschien wel in te bedwingen van, deze dingen moet ik niet doen, dat trekt me af van mijn geloof. Ik heb gekozen Jezus te volgen.
En we zingen dat lied zo makkelijk. Weet je, ik heb gekozen Jezus te volgen en niets kan mij daar meer van weghouden. Nou, als we eerlijk zijn, zijn er heel veel dingen die ons zo makkelijk afremmen. Maar laten wij de wedloop lopen. Laten wij actief blijven in ons geloof. Actief blijven in deelname in de gemeente. Laten we actief blijven ons in te zetten voor het evangelie. Opdat Hij alle eer en glorie krijgt in ons leven en in wat we doen. Amen. Tot zover.